Goedemorgen en we hebben bezoek. Hè, Thomas? Hallo. Hartstikke gezellig. Shanti daar in het hoekje. Nou, we gaan ons zometeen even klaarmaken en dan gaan we de dag op dag van vandaag uitvoeren. We moeten een interview doen in Exoto. Dus we worden zometeen opgehaald door Johan met de auto. Dan gaan we daar het interview afnemen. En dan zien we jullie straks. Nou, we zijn inmiddels een uurtje verder en de gasten zijn hier gezellig aan het kaarten. Hey. Wat even handig is om te weten is dat wij zometeen een interview hebben in Exoto met ons goede doel, de Voorhoutse Kinderkookclub. En dat wordt hartstikke gezellig. En dan gaan we duidelijkheid geven over wat het goede doel inhoudt en waar het voor zich inzet. En dat is heel belangrijk om te weten, want het geld gaat uiteindelijk wel daar naartoe. Hoi, we zijn ongeveer een uurtje verder. En wat handig is om te weten is dat zometeen het interview is met het goede doel waarvoor wij ons inzetten. De vragen die wij gaan stellen gaan echt puur gericht over het doel, wat je kan inleveren, wat voor activiteiten zij organiseren, waar ze het geld voor benutten, wat het goede doel eigenlijk inhoudt. En over ongeveer 10 minuutjes worden wij opgehaald en het goede doel waarvoor wij het doen is de Kinderkookclub in Voorhout. En daar mogen wij €500 aan geven als wij deze challenge winnen. En daar hebben we jullie hulp bij nodig, dus like, abonneer, deel het met je vrienden, doe iets waardoor wij de winst kunnen krijgen en dan zien we jullie straks. Ik zit nu op de fiets. Ik ga nu even boodschapjes doen bij de Lidl. Even soepje halen en een half bit brood. Nou, we hebben hier een soepie, groentesoep, €1,19. We hebben hier een half bit brood, die is 69 cent. We gaan nu naar Exoto en ik ben hier met Johan. En wij gaan richting Exoto, we gaan een interview opnemen. En ik loop dus met de begeleider van Exoto, Johan. Met en Daantje. We lopen nu naar de auto en dan gaan we naar Exoto. We lopen hier met z'n allen, met Johan. Johan, Luca. Zeg even wat voor in de vlog. Ja, zeg even wat in de vlog, Johan. Johan, zeg even wat in de vlog. Hallo. We lopen nu met de begeleider van Exoto, Johan. En we gaan nu naar Exoto. De stichter van deze challenge, Johan. Ja. Shout-out naar Johan. Shout-out naar Johan. Nou, wie bent u? Nou, ik ben Kees Hoek. Ik heb in Voorhout in het verleden een banketbakkerij gehad. En daar ben ik mee, toen ik daarmee gestopt ben, kwam Willem Vogels met mij vragen of ik wilde komen helpen bij de Kinderkookclub. Ze deden daar alleen koken. En sinds ik erbij ben, doen we ook iets meer aan bakken. Dus en koken en bakken. Dat houdt in een gevulde koekje, paasbroodje, gewone koekjes, appeltaartje. Dat is dus mijn inbreng, maar daarnaast help ik dus met dat koken. Waarvoor u zich inzet? Mijn functie is docent koken. We hebben kindertjes van vanaf 10 jaar, 10 tot 12 jaar. Sorry hoor. Van 10 tot 12 jaar ongeveer die wij kookles geven. En dan is kookles in de zin op een beetje simpele manier. Dat ze een beetje begrijpen dat soep niet uit een pakje komt, maar dat je gewoon zelf soep kan maken. Ja. En leren aardappels schillen en hoe langer aardappel kookt en de groenten die je erbij klaarmaakt. Hallo lieve kijkers, wat wij vergeten waren om op te nemen tijdens het interview is dat als zij die €500 winnen, kunnen dus mensen die het budget niet hebben om die activiteiten te betalen, gratis meedoen aan de Kinderkookclub. En die mensen die dus in de armoede leven, mogen dus de spullen die ze gemaakt hebben tijdens de Kinderkookclub meenemen naar huis. En dat eten bestaat ongeveer uit 4 personen, dus dat is helemaal top dat het doel zich daarvoor inzet. En als die €500 dus gewonnen is door hun, is het dus een mogelijkheid dat mensen die minder geld hebben, gratis mee kunnen doen en daar zetten wij ons voor in. Vond je deze video nou leuk? Doneer dan een blauw duimpje omhoog en abonneer. Bedankt voor het kijken, laters!